zijn tanden zo. Oké, jongens, ik denk dat we, dat we ongeveer weten waar we heen moeten. Dus, we zijn gaan we achter bij Freddy nu. Ja, we zijn achter in Freddy's kamer. Als Freddy leeg kan, zijn we wel de lul. Dan hebben we ons... Nou, we hebben ons niet echt gesoftlocked daar niet van. Maar... Nou, ik kan er ook in. Ik begin ook. Ja, ik kan echt heel goed springen. Oh my god, je valt weer naast bijna. Ik hoop niet dat dat ding achter ons aan zit. Music, man. Ja. Oké. Okay. Dit is niet trouwens Chica de kamer. Press I open. Huh? Dat doe ik. Oh, maar het is niet Chica's kamer, zeg ik. Oké. Okay. Oh nee, dit is haar kamer. Kijk, nee, blijf erin. Komt goed. Oh. Waarom doe je dit? Nice. Zie je? Loopt, nu zoek je wel ineens. Komt goed. Oké, gaan we weer. Oh mijn hemel, Thomas. We kunnen dus nu alle deuren open doen, maar we kunnen misschien ook Crocs' kamer in. Wanneer ben je ineens... Oh mijn hemel. Ik ben gewoon een alfa, man. Fuck dit. Shut up, man. Het Nederlandse woord voor chat noemen ze trouwens een chat. Oh mijn hemel. Kijk. Go. Het is tante donker hier, hè? Ik zie niks. Ik kan mijn lamp ook niet aandoen. Ik ben bang voor je leven. Pak de tas. Ja, maar ik wil weten of hier iemand zit, Adrian. Voordat ik die tas pak. En waarom mag ik mijn lamp niet gebruiken? Je bent gesaved, zo, who cares? Oh. Dat is Freddy. Freddy? Okay. Oh shit, waarom is hij hier? Freddy hier? Freddy mag wel door de deur heen. Wat? Kan je in hem? Want dan kan je hierachter hem weer opladen. Is hij leeg of zo bijna dan? Nee, maar hou dit die cat hier. Hij is Croc. Ja. Ik keer de kamer ook nog een keer ingaan. Wat hebben we opgepakt dan? Een tas. Maar hier kan je opladen rechts, toch? Oké, hoe de fuck heeft hij dit gedaan? Kan je me dat even uitleggen, Frank? Shit, ik weet niet. Ja, waarom noem volgens mij Frank? Is die... Ik ben je broer. Ja. Ik weet niet, is die erin geglitcht of zo? Check de kamer nog eens goed. Misschien ligt er iets. Misschien heb je daarvoor geen idee. Wat? Oké, we hebben de lift aangezet. Van Croc. Hè? Kijk of die andere lift ook... Nee, wow. Zijn hele rug ligt in de... Niemand zag dat. Het was een beetje geglitcht. Ik vind deze game gewoon hierdoor... Gewoon submersive gezien is dit niet een goede game. Nee, dat klopt. De Unreal 3, 4 of 5 engine... Dit is 4, denk ik. Ja, denk ik ook trouwens. No way, dit is 5 al. Nou, ben benieuwd. Oké. We moeten even onze batterij opladen. Maar nu werkt de lift weer. Ja, maar dat ik hoop dus dat die andere lift het ook niet doet. Waarom neem je dan niet gewoon de lift en dan laat je daar op? Ja, ik weet niet of ik het haal. Je hebt gewoon bang. Ik zie gewoon... Gewoon pussy. Ik zie gewoon een lift, dus ik denk dat het zal wel. Zou Crocs lift nu wel werken, though? Oh! Ik ga stukken, als hij het nou niet meer doet. No, oké, nice. We hebben niet eens de kamer weer ingegaan, zoals ik je vroeg. Van wie? Van Croc. Ja, er is daar niks meer. Oké, we moeten zeker. We moeten. Was er een charging station bij hem? Ja, dat is bij allemaal. Echt? Hoe vergeet je dit? Je bent constant aan het chargen, toch? Echt waar, Adrian. Is er een kamer, bij Croc een kamer? Dat hij dat deed? Ik wist het echt. Ik ben echt vergeten gewoon. Dat is letterlijk 5 seconden geleden. Ja, dat zo gaat het bij mij. Oh mijn hemel, Thomas. Je bent zo gestrest, of niet? Nee, valt mee. 86. Ik weet wel wat het is. Licht zenuwachtig. Je bent bang voor die Pokémon leaks. Oh ja, nou, en of, godverdomme. Ik ben echt niet verliefd worden op Pokémon. Daar gaan we niet verder op in, wij willen er ook niks van weten.
Als je wel wil leaken, zet hem maar in de comments. Niet dat we ze gaan lezen nu. Nou ja, normaal lees ik ze wel, maar... Oh no. Maar daarom zeg ik ook nu. Lekker met die batterij. Ja, Thomas, trust me. Thanks. Zie? Gelukkig. Hoe vergeet je dit ook gewoon? Ik heb die net geweest. Oké, check the room. Binnen gewoon. Ja, binnen. Dit is echt de enige kamer... Oh, nice. Hier, gouden! Dat is wat ik bedoel, man. Golden Freddy! Nice! Dat lijkt me wel belangrijk. Golden Freddy is belangrijke lore, inderdaad. Mhm. Oké, nou. Oké, fuck ook maar. Terug naar onze kamer, zodat we... Met Chica kunnen. Chica's... Ja, en we moeten dan rennen, want dan komt ineens Music Man. Ja. Ik hoor hem. De vent. Oh my god. Zijn lift doet het dan weer niet. Hoe is hij daar gekomen dan, Adrien? Dat kan gewoon niet. Ik ben zo confused. Is hij door Chica de kamer ingereden? Maar we dachten ook dat Croc daar zou komen, maar hij spande gewoon in of zo. Echt, man. Hij spande in de kamer. Hij is wel door de lift gegaan. Hij is door de lift gegaan. Hij kwam door de lift, denk ik. Dat zou logisch zijn, want Croc... Ja. Zijn lift doet het nu in ene. Ja, maar dat zou betekenen dat hij ook... Oké, dat wou ik niet, maar goed. Dat zou ook betekenen dat hij alsnog door Roxy's kamer heen is. Nee! Er staat toch E-Enter, Thomas? Oh, de tijd gaat echt vooruit. Het is nu 3:30. Dat was het net ook al. Oh, oké. Maar goed. Hij is dus door Croc's kamer heen gegaan. Dat dus betekent dat hij ook door... Ja, ik zou gewoon... Roxy's kamer heen is gegaan. Ja, Totdat we het horen. Maar dan is hij ook door Roxy's kamer heen gegaan. Maar dat konden wij niet erin omdat we level 5 pas nodig hadden. Dus dat betekent dat... Nee, we konden Roxy's kamer wel in. Maar nee. niet met Freddy. Nee, maar hoe is Freddy daar dan... Hoe is Freddy daar dan... Iedereen, luister wat ik zeg. Roxy's kamers heeft... Hoe is Freddy daar gekomen dan? Roxy's lift werkt. En hoe is hij in Roxy's lift gekomen dan? We hebben het over Monty, hè? Ja, hoe is Freddy in Monty's kamer gekomen, Eden? Weten we niet, maar wij zijn heel snel uit Roxy's kamer gegaan. Dus dat betekent dat hij erin geklipt is. Wil je Roxy's kamer nog checken? Nee, fuck Roxy's kamer. Hier gaat het beginnen, toch? Ja, ergens wel, ja. Hier had het al moeten beginnen. Ja, dat is wel want raar. Recht voor ons zit Monty's. Misschien als we rustig blijven, hoort hij ons niet en komt hij op ons af. Staat hier net om de hoek uit. Oh my god. Hij is er al. Chica's kamer hier rechts. Rechts. Ja, het is open. Zo zal laatst het niet zien. Kijk, een gift. Eerst die, ja. Oei. Fucking scare, man. Maar dit ziet er dus heel erg uit. Elke achterkamer... Hij komt straks door de lift, trouwens. Elke achterkamer... Denk je? Ja, denk het wel. Hey, nice. Nog een gift. Sorry, elke achterkamer heeft een hack dus. En een recharge station en ook een save point. We hebben dus één kamer net gezien. Die... Ja. Waar we... Wow, een Chica mask. Dat is ook references naar deel 2. Waar we heel erg ver in het begin van in de serie... Zat Chica achter ons aan. Dan moesten we langs allemaal van die dweilende robots, toch? Ja. En daar was een trap naar beneden. En er was ook zo'n kamer als dit. Is er dus misschien ook een bunny kamer? Ik kan dat niet herinneren. Oh. Waarom kunnen wij... Wow. Zitten we al in Freddy? We glitchen gewoon? Oké. We zitten in Freddy. Nice, man. Deze game is totaal niet raar geworden. Kunnen we de lift nemen? Nee. Nope. Waarom kon dat met Monty's lift wel? What the fuck, man. Dit klopt toch niet meer? Gewoon, hoe zitten we nu in Chica? Gewoon. Oh, nog een gift. Ja, dat is die gift die we echt nodig hebben. Oh, die heb geskipt ook. Gewoon progress. Het is de party gift. Hoe werkt dit? Freddy, I found the party pass. Well done. Oh, achievementje. Lekker. Oh crap, is that horrible moon?
Oh, Moon kan je eruit halen. The party plex. Je best to step pot. House of the pizza plex. Dus je kan nu het like, gebieden in. Ik zou zo snel mogelijk saven. Oh nee, ik kan niet. Maar waar moeten we heen? Naar een charge station. Ga gewoon... Oh, je had achter bij Chica. Je moet naar je eigen kamer. Waarom? Want je moet naar een charging station. Dat zeggen ze net, Tobas. Oh, echt? Ja, lees, man. Oh, mijn hemel. Ik heb dyslexie hier. Ik ook. Waarom moet ik dit lezen? Oké, we hebben alle twee dyslexie. No excuses dan. Gelukkig zijn die overal charging stations. Nu kan je drie fucking veel missies. Dat was een half uur aan content. Holy shit. Het is bijna 6 uur dan. Ja, voor hoe lang de game nog duurt bedoel je? How do I use it? Just give it to a party bot. They usually stay in front of the attractions collecting passes. If you have one here. Maar we kunnen die party passes inleveren voor één ding. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze gewoon like, je toegang geven tot dingen. Oké, okay. Let's explore. Staat er iets op de map waar we heen moeten ook? Ja, denk het of wel. Of de missies? Ik zie nooit daadwerkelijk een missie. Kijk, find out... We hebben vier missies. How to decommission Monty. Oh, we kunnen naar Phaser Blast. Use the party pass to access, ja. We kunnen dus of naar Monty Golf of naar Phaser Blast. Phaser Blast. Ja? Waar is Phaser Blast? Dat is op de level 2. We moeten de trap op en zo hier naar rechts toch? Ja. Ja, en dan de trap op en dan met de lift en dan komen we op level 2. Dude, zijn batterij gaat dood voor... Oh, jawel, je moet er doorheen kruipen, right? Of... Via deze manier kunnen we overal komen, zei hij. Oh, maar oh god. Is er wel een charging station? Ja. Maar het duurt eventjes. Daar hebben we geen tijd voor, Thomas. Jawel, jawel, jawel. Het is gewoon lust. Yes. Kijk hier. Kut. Ja, huh? Dat is... Nee, er zit er echt eentje... Ik dacht dat er één in de buurt zat. Nou, doodgaan maar, I guess. Nee, ik wil weten wat we kunnen doen. Je gaat dood. Kan ik ook niet gewoon van hem wegrennen? Ik ga gewoon een charging station zoeken. De enige charging station op dit level zo te zien was... bij waar je Freddy hebt lopen maken. Tering, hoe je daaruit kwam. Ik denk dat ik dit echt kan fixen door gewoon een charging station te zoeken. Oh. Maar dat heeft geen nut hier. Check de map. Even kijken, we kunnen echt overal bijna doorheen, hè? We hebben level 5. Ja, maar kijk, de enige charging station is daar rechts. Of als links. We hier naar boven gaan, dan zit hij hier ook in. Maar daar moeten we niet heen. Komt goed, komt goed. Oh, man. Ik fix het. Tenzij hier een robot loopt, dan zijn we er nu. Dan ben je zo eigenwijs. Ik snap nu ook. Adrian? Ik snap iets. Waarom ik eigenwijs ben. Deze deur kunnen we openen maken zodra we Monty gekillt hebben. Waarschijnlijk. Dan krijgen we die klauwen ervoor. Oh, dit ziet er wel episch uit. Het lijkt wel of ik daar een bos zie. Een bos? Het lijkt wel bomen. Zie je? Mm. Ik zie gewoon draden en een lamp die aan en uit flikkert. Waarom een lamp het niet mag doen, vind ik wel. Ik bedoel, jij ziet veel meer dan ik volgens mij. Zeg maar, omdat je het streeft naar mij, zie ik alles echt super donker. Ik zie echt bijna niks. Oh, dat zijn die robots? Ja. Cool. Ik weet echt niet waarom ik mijn flashlight niet mag gebruiken. Is er een controls? Nee. Niet echt. Misschien omdat het niet donker is. Stealth, call Freddy. Flashlight, 1. Tada. Nee. We gaan lekker een detour maken. Ook beter gelijk even de upgrade voor de flashlight kunnen halen. Klopt, maar dat doen we ook al een keertje offstream gewoon, want... Hier zat dingen in. Die ene keer. Ik heb geen idee wie dingen is. Kijk, die ene als ik keer. Nu hierin ga, Eden.
Dat is bullshit. Dit is zo bullshit. Huh? Oh, wacht even. Ah, dankjewel. Dit klopt niet gewoon. Dit hoort niet te werken. Oh my god. Maar het werkt. We kunnen trouwens echt vanaf nu dood gaan backtracken als we dat willen. Gaan we niet doen. Oké, waar moeten we heen? Ik weet niet waar we heen moeten. Ik vind deze kaart zo onhandig. Ik vind de kaart best wel oké. Dit was met Chica toen, toch? Mm-hmm. Echt alles wat je nu vergeten bent, scale bijna gaat terughalen. Fuck. Zie ik gewoon nu rustig. Oh, tuurlijk. Monty. Kijk, charging station. Ik weet nog wel, denk ik, één pass upgrade die we kunnen halen ook. Oh. Oh, kut. Nice, Thomas. Kut. Dit loopt ook door. Nice, Thomas. Zie, dat ik vind die kaart zo onduidelijk. Waar gaat dit heen, man? Oh, dat komt wel goed, denk ik. Daar komt goed. We zitten in security office straks. We gaan naar boven. Ja, ja, kijk. Zodra we low power mode ingaan, dan gaan we meteen weer rennen gewoon. Ja, je doet dit ook echt alleen zodat je... Dat ging snel. Ja, je doet dit ook echt alleen zodat je met Freddy zeg maar rond kan lopen. Deze deur gaat niet open. Nope. Misschien alleen met Freddy. Dat zou een probleem zijn. Dat moet je gewoon heel snel doen. Nou, dat moet wel heel snel, Adrian. Deze deur moet open. Doe dan. Please die. Nope, helaas. Okay, nou, tot zo. We gaan even backtracken. Oh mijn hemel. Ik zei het nog, hè. Ik zei het nog. Jezus. Nee, het kan ook zo, hoor. Oh mijn... Oh. Ik hoop echt niet dat we Chica tegenkomen. We gaan niemand hier... Niemand is hier. Je hoort hier niet te zijn. Ja, maar dat is goed. Dat is goed. Hier komt Chica normaal vandaan. Ik wil juist dat we op plekken komen waar we niet horen te zijn. Dat doesn't make sense. Ja, want dat zijn die dingen waardoor je geheime eindes unlockt. Dat is fair, maar like... Ik wil gewoon een game doorspelen. True. We gaan ook... We komen hier sowieso nog een keer terug om die dingen te slopen met Monty's ability. 100%. Oh. Ja, dat is het. Hey. Ik word hier gewoon moe van. Oh, joh. Safe station. Laten we voor zeker het even saven. Hier zijn we net nog voorbij gelopen. De wc's checken. Gewoon kijken. Nee toch. Misschien moest ik wel plassen, Adrian. Thomas, nee. No. Kut, als ik te low ben, hè. Gaat hij er weer uit. Nee, dat doet hij automatisch. Oh, kut. Moeten we nou daarheen dan? Ja, toch? Ja. Ik weet het niet meer. Do I wanna know? Ga je nou weer omlaag? Ja, maar we moeten ook... Dit is de andere kant. We gaan nu terug. En dan moeten we dan weer naar boven. Oh ja, jaren net. Toen ging Freddy ook dood. Ja, hij gaat straks wel weer leeg inderdaad. Misschien ook niet hoor. Het is irregular, to say the least. Is het een Freddy-deur? Ja. Interesting.
You think? I am not that interested in this. This is scary. Oh no. Dus ga je proberen die Freddy deur te openen met Freddy? Ja, ja, waarom? Nee, mag niet. Ja, mag niet. Je wordt geblokkeerd, Thomas. Gekoppeld. Oh. Oh damn, I didn't know. I'm so sorry. Oh. Ik kan niet wachten totdat we een intense game spelen zoals Prince of Persia. Oh ja, man. Of Monopoly. Misschien moeten we ook die Kirby Forgotten Land doen. Kan, prima. Want daar zit wel een multiplayer in. Waar zijn we nu? Ground floor, toch? We zijn nergens. We bestaan niet. Nee, we zijn op level 1. Oh nee. Elke keer denk je dat dit... Ga gewoon naar Freddy's kamer. Ja. Voor de 10e keer. Ik ben echt benieuwd of meerdere mensen dit op... video hebben achterhaald. Je moet niet eens met Freddy dingen doen hier. Je weet dat je gewoon zonder Freddy dit moet doen. Ja, maar ik wil hem wel hier hebben. Dat is fair. Maar hij gaat toch geen weer spannen. Dat is allemaal nutteloos. Oei oei oei. Oké, dit is handig. In ieder geval achteraf. Oké, welkom terug trouwens. Okay, we gaan jongens, het zonder Freddy proberen. Welkom terug. Oh, kunnen we die deur openen? Die kunnen we niet openen, right? Ja, wel, hier zit Roxy. Waarom weet je dit allemaal nog? Ja. Omdat je de aflevering kijkt, of niet? Ja, ik kijk andere mensen let's plays. Ja. Nooit. Even kijken maar waar we nu precies heen moeten dan. We komen ook weer boven makkelijk. I don't care. Zo, oh, misschien door die deur. Dat zou best wel eens kunnen. Ja. Hey, dit is nieuw. Dit is 100% nieuw. Laten we dit gewoon doen. Ja, oké. Nou jongens, we doen nog even snel dit. Dan gaan we verder. Ah, natuurlijk. Een kamer met geen dingen. Charging station. Oh, nu kan je Freddy teleporteren. Ja, we kunnen gewoon Freddy teleporteren, want dat is hoe de game werkt. Dat is hoe de game werkt. Ik weet echt niet of wij de game aan het breken zijn nu. Ik heb geen idee, maar het komt goed uit. Fuck zijn we? Dat dus. Oh, deze doen. Oh. Mag ik de game ingeladen hebben alsjeblieft? Dankjewel. Is dit, wow, waarom leek het op een factory dan? Oh, nee, dat waren de robots. Ja. Oké, okay, we moeten naar... Maar we zijn goed hier. We moeten... Twee plekken kunnen we gaan. Monty Golf of Fast Blast? Face Blast. Ja? Ja. 100%. Gewoon op volgorde doen. Nou, de volgorde is Monty Golf, maar... Want we moeten daarna uitvogelen hoe we fucking Chica en Monty gaan decommissionen. En je weet wat dat betekent. We gaan ze slopen. Nee. Waarom staat die paarse konijn daar? Dat is geen karakter hier. Dat is Bonnie. Maar Bonnie is niet een levend ding hier. Er was vroeger wel eentje, zei hij altijd. Oh god. Oh, maar dingen gaat ook lekker goed. Roxy is er. Ja, maar mijn power is al bijna weer uit. Oh, maar is Fast Blast? Fast Blast is hierboven, toch? Hier rechts, ja. Phaser Blast. Tuurlijk. Ik zou, ja. Bye, Freddy. Het is duidelijk dat ze niet... Oh god. Niet rechts. Waarom niet rechts? Misschien wel hier doorheen, maar hier zijn we al geweest. Hier was niks. Zat hier niet een charging? Ah, kijk eens aan. Een cadeautje wat we nooit hebben opgepakt. We hebben dit niet opgepakt. Nou, we hebben het wel opgepakt, maar... Zeker doodgaan en vergeten het weer op te pakken. Dat is jouw fout. Jij hoort dit bij te houden. Ja, dat is waar. Oh. Je kan ook tegenin gaan.
Nee, het is gewoon zo. Ik had het gewoon moeten doen. Hé, zit de charging station daar tegenover ons. Lekker. Niet dat we dat gaan halen met Freddy, maar ja. Fast Blast zit hier beneden, toch? Dit is Fast Blast. Ja, ja. Dit is Phaser Blast. Fast Blast, Phaser Blast. Oh, is de entrance. Oh. Hoe komen we daar beneden dan? Trouwens, daar is de charging station net. Oh, het is wel eerste vloer? Ik denk dat we daar doorheen kunnen nog. Nu. Dat het nu misschien open is. Zou Freddy kunnen opladen nu? Ik wil iets anders even controleren trouwens. Of je hier weer... Je wou die ene extra route doen ofzo, toch? Ja, ik zag dus een streamer dit doen. Ik wou even kijken of daar wat zat. Nee, er zat daar niks. Oh, dat hebben we gepakt. Dat is weg, dat is weg. Oké. Okay. Hier lag Freddy op de grond. Ja. De Hallo. Weg is, zo. Maar zei je dat nu open? Nee, hier kunnen we nog niet in. Zie, hoe moeten we dan heen? Je moet die Monty Mol ding hebben. Ja, maar dat is Fast Blast. Ik zeg Monty Mol, maar ik bedoel... dat is hoe je bij Phaser Blast komt? Ja. Oh ja. Tenzij we via beneden erin kunnen. Oh my god. Hoi. Je zou denken dat je ook via beneden erin zou moeten kunnen komen, toch? Zo, dat zag echt niemand. Zijn dit charging stations? Nee, is dat gewoon E-Hide? Oh, hier is hij. Zo, hop. Dit is zo cheaten volgens mij wat wij aan het doen zijn. Je gaat ook echt twee keer in steeds, terwijl dat niet nodig dat is. Dat is wel nodig, want je wordt eruit geduwd. Ja, maar je wordt eruit geduwd en dat heeft het een seconde nodig om te laden dat je batterij is geladen. Misschien wel. Dat deed het op het begin ook en ik snap niet waarom je... Oké, okay, dat is wel even iets wat we kunnen testen straks. Ja. Ik hoor Roxy ook en zo. Oh, ze loopt daar in het midden. Maakt niet uit, wij moeten links. Wij moeten toch gewoon hierheen. Dit is wel de Salads and Sides, daar zijn wij nooit in geweest. Daar kunnen we gewoon een pass-upgrade volgens mij halen. Serieus? Ja, ja. Doe het dan. Nee, laten we gewoon even kijken. Oh my god. Doe het gewoon, Thomas. Wil je dat we naar Salads and Sides gaan? Ja, want we weten dat we hier niet kunnen komen, zo. Er wordt wel een hele lange aflevering, denk ik. Het valt wel mee, misschien. Er is hier ook gewoon een save point en een... Oh. Er is een Music Man entrance hier. Ja, maar daar zijn we ooit al in geweest. Daar hoeven we niet meer in. Serieus? Ja. You sure? Tenzij er een rekje zit. I'm pretty sure dat we daar nooit zijn geweest. Volgens mij is Roxy hier nu in eende binnen trouwens. Zo, moet hij een pas ding zijn ofzo? Ja, zit hij een pas upgrade. 100%. Ik zag wel een gift. Ja. Ik kan ook echt bijna nergens opspringen. Zo. Pak de gift. Ja, ik wil even kijken hoor. Hallo. Oh. Okay. Oh. Freddy face shirt. Oh. Yep. Oh god. Wat is dat? Ja, daar gaan we zo in. Oh, is de kok dude. Is dat door Gordon Ramsay? Nee, is de pizza dude, right? Is die geklapt? Ja, door Chica. Ja. Of Roxy, of wie dan ook. Maar dan lag een bek daar. Ja, weet ik, maar ik ben ook even hier aan het kijken. Oh my god, zoveel gifts. Pinata. Dat is het niks. Vet van lore dingen. Die tasjes zijn gewoon door. Gast dat nog aan? Oh god. Oké, dan gaan we nu de saladebar... Zou dat foreshadowing zijn? Oh. Ze mogen voor mij de hele boel hier opblazen. Het leek weer dit hele gebouw in de fik zetten, right? Oh my god. Hey, kunnen we hier niet in? Dit is een lift, right?
Nee, het is een garbage disposal. Oh. Nee, dit is een lift. Dit is een magazijnlift. Oh, dit is wel een... Dit gaat wel diep, of niet? Ik weet niet waar we heen gaan. Ik ga er vanuit omlaag. We zijn al op basement 1 net. Waar de fuck gaan we heen? Moest ik wel hier Nee, Tom! Nee, maar wacht, ik weet ook niet of die andere mensen hier ook al een keer zijn geweest. Die YouTubers die ik zag. Oh. Ja, waar zijn we? Check je map. Zijn we echt op basement 1 of zijn we... Oké, okay, ja, basement 1. Rechts van je zit die charging station. Oké. Okay. Ik kan Freddy even activeren als je wilt. Oh. Ik wil vooral even kijken of hier nog een pas-upgrade te vinden is. Kadootje. Nou, een bag. Dit zijn van die lore bags. Maar ik mag hem niet doen? Oh, okay, hij glitcht gewoon een beetje. Zoals deze fucking hele game. Het is gewoon niet leuk ook. Waar de fuck zijn we, man? Zijn die camera's? Er zijn die geen camera's. Oh, niet. Oh god, dit ziet er wel belangrijk uit, Tom. Batterij is wel bijna leeg. Laat ik even chargen. Kon ik een batterij opladen? Hier? Ja, volgens mij... Bij een charging station zit er vaak wel een save point, ga ik vanuit, of niet? Nee. Nope. Damn. Maar het voelt zo belangrijk. Ah, we kunnen straks altijd nog met Freddy kijken. Dus level 3 deurtje. Ik hoor een animatronic. Of is het Music Man in de vents? Nee, het is Chica, denk ik. We zijn hier volgens mij al eerder geweest. Nou. Oh my god. Jongens, welkom bij de Detour aflevering. Cadeautje daar. Misschien moeten we eerst onze aflevering stoppen. Ja. Pak het cadeautje. Ik denk dat we... Pak het cadeautje, terwijl als je nu het nog kan, zeg maar. Nee joh, komt goed. Waar gaan we heen? Oh mijn god. Oh, dat is die gang. Daar zijn we uitgekomen een keer. Oké, okay, ik ga dingen wel in. Activating Freddy. Zie? Het laat. Het is nog steeds 4 uur. We zijn nog 2 uurtjes maar, hè? Ik denk dat het nog wel wat langer is dan 2 uur. Nee, het duurt altijd tot 6 uur. Altijd. Dan komt ja, dat is waar, maar... Dan begint de ochtendploeg. Dat dus. De ochtendploeg begint, maar je bent niet ploeg. Je bent een kind. Ja, maar dan gaan de mensen weer, zeg maar, het gebouw in. Dat zegt niet veel. Ik vraag me af, überhaupt, hoeveel mensen in dit gebouw werken, want... Heel veel robots doen dit werk. Ja, zo te zien is het wel aardig geautomatiseerd geworden. Zag je niet een cadeautje? Waar dan? Je zei dat je een cadeautje zag hier. Ja, maar ik zie hem even niet meer. Hij zit daar in het midden. Je loopt ook echt met Freddy door het plafond heen. Ah joh, komt goed. Maar dit ziet eruit als een pizzaplek die helemaal naar de tering gebracht is. Even kijken of we nu komen. En waarom is deze pizzaplek basement 1? Ja, waarom is op de basement een pizzaplek? Is dit een Five Nights at Freddy van vroeger? Hebben ze hem hierop gebouwd hebben? Ja. Oh, dat zou kunnen. Vraag. Maar waarom was die Five Nights at Freddy überhaupt ooit onder de grond dan? Waarom is hier bewaking? Nou, we hebben wel misschien een stukje lore gepakt wat heel belangrijk is. Echt hoor. Night, nee, de onderste misschien. Pink slip? Hmm. Oh. Goed nieuws. De jullie worden allemaal ontslagen. Nee, door de staff project. Dat betekent dus iets. Ja, we will no robots. Longer need nighttime employees coverage. Ja. Het zijn die robots. Oh. Oké, okay, tot volgende keer. Batterij. Ja, echt door. Tering. Laten we pauze nemen.